Welkom bij Vindu in deze decembermaand. Alweer de laatste maand van 2023. Time flies. Met deze decembermaand ronden we een universeel 7 jaar af. Een jaar van introspectie en reflectie. We sluiten dit jaar af met een universeel 1 maand. En dat is fijn, want de energie zit er dan op om te bedenken wat je in 2024 zou willen manifesteren, willen doen, wat je doelen zijn. Hoe navigeer jij door deze specifieke 1 in 7 december energie? In deze video ga ik dieper in op de connectie tussen nummers en de energie van de maand december. Wat heeft deze maand voor jou in petto? Numerologie geeft inzicht in de betekenis en invloed van nummers op verschillende aspecten van je leven. Wil je meer weten over hoe je jouw eigen 4 belangrijkste nummers zelf kunt berekenen? Dan kun je het numerologische werkboek hierover gratis downloaden. En de link staat in de beschrijving hieronder. Dank voor het kijken, reageren en liken van de andere video's en dat waardeer ik enorm. En vergeet ook deze video niet te liken, te delen, te abonneren. Dat is geheel gratis. En leuk als je reageert met jouw ideeën, ervaringen of vragen over dit onderwerp. En dat kan ook in de beschrijving hieronder. November was een 9 maand. Een maand van afronding om zo weer plaats te maken voor een nieuw begin. En december is in principe een 19-10-1 maand. December is de 12e maand van het jaar. Tel je 12 op bij het jaar 2023, dus een 7 jaar, dan krijg je 19. En dit wordt weer gereduceerd naar een 10 en een 1. En 19-1 is een karmic debt nummer. Dus voor degene die dit in hun numerologische blauwdruk hebben zitten, een extra kans. Maar let er wel op om niet te onafhankelijk te worden en vergeet niet dat je best hulp mag vragen. En wil je meer weten over dit karmic debt nummer, dan kun je mijn video hierover bekijken. En de link staat in de beschrijving hieronder. En aan het eind van de outro kun je ernaar doorklikken. Een universele 1 maand draagt de krachtige, dynamische energie in zich van nieuw begin, onafhankelijkheid, leiderschap en ambitie. Word de leider van je eigen leven. En de energie van nummer 1 helpt je om je te inspireren, je doelen te zetten, die dingen die je het liefste doet. Het universum moedigt jou ook aan om outside the box te denken, om expressie te geven aan je unieke ideeën. Verwacht in december dat er zich nieuwe mogelijkheden voordoen. Dit is een perfecte maand om als het ware zaadjes te planten voor het komende universele 8 jaar, 2024. Opgeteld 2 plus 0 plus 2 plus 4 is 8. En nummer 8 is meer een energie van actie. 2023, een universeel jaar, was meer een langzaam jaar. Een jaar van contemplatie, van gedachten en niet van actie. En veel mensen hebben zich afgelopen jaar ook geblokkeerd gevoeld qua energie. Tegenslagen gehad of zelfs gefrustreerd. En daarom ben ik ook zo gek op numerologie. Het maakt zo duidelijk welke energie er is en waar je mee hebt te dealen. En als je deze natuurlijke ritmes weet, en dan wordt het zoveel makkelijker allemaal. En eens in de 9 jaar is er een 8 universeel jaar. Dat is een jaar van power, van manifesteren, van overvloed. Heel anders dan een 7 jaar. Dus in deze decembermaand kun je helemaal los met je voorbereidingen voor dit krachtige 8 jaar. En nummer 8 wordt ook wel de powerhouse genoemd. En let hierbij op dat je niet te kritisch wordt op jezelf, want deze 1 maand zit nog in een 7 jaar. En wat ik net al zei, een 7 jaar is een jaar van denken en ook van kritisch zijn. Op 12 december is het nieuwe maan in boogschutter. En nieuwe maan is een tijd voor nieuw begin en nieuwe start.
En op 13 december gaat de planeet Mercurius retrograde lopen. En dat wil zeggen achteruit ten opzichte van de aarde. En Mercurius gaat over communicatie. Dus wees extra alert vanaf 13 december op communicatie met jezelf en met anderen. Hiermee bedoel ik het maken van afspraken. Kijk ook heel goed naar documenten voordat je ze tekent bijvoorbeeld. En 26 december is het volle maan in Kreeft. En de energie van volle maan is goed voor afronding en dingen loslaten die je gewoon niet langer nodig hebt. Neem deze maand de tijd om te overwegen op welke gebieden van je leven verandering of transformatie nodig hebben, zodat je ruimte krijgt om te gaan doen wat je diep van binnen wil. Als je dit al kunt doen, dan wordt jouw universele 8 jaar in 2024 zoveel krachtiger en succesvoller. Ik hoop dat je een gevoel en idee hebt gekregen bij deze 1 in 7 decembermaand en dat je optimaal al deze energieën voor jou kunt laten werken op een positieve manier. Ik vind het heel leuk als je in de beschrijving hieronder deelt wat jouw persoonlijke jaar- en maandnummer is in deze universele december nummer 1 in 7 maand. Wil je een persoonlijke numerologische blauwdruk van je eigen unieke codes laten maken, dan doe ik dat met heel veel zorg en liefde voor jou. Check in de beschrijving hieronder mijn website hiervoor. En dankjewel voor het kijken en tot ziens in een van de volgende video's. En ik wens jou een decembermaand met heel veel nieuwe ideeën, inspiratie en mooie doelen toe. En dat al je wensen en dromen in goud mogen veranderen. Geniet van al het goede en speciale. Ciao!